Mijn naam is Michelle Hoogland. Ik ben leerkracht in groep 2-3 op basisschool de Sint-Willibrordus in Schiedam. In de teamkamer zien wij dat leerkrachten steeds enthousiaster worden over Stichting Leerkracht. We merken dat we het over de doelen hebben en dat de onderbouw en de middenbouw en de bovenbouw nu nog heel erg gescheiden zijn. En dat juist daar nu heel erg behoefte aan is om die verbinding te gaan zoeken. En die verbinding is dat we bij elkaar kunnen gaan kijken van waar zijn jullie nou mee bezig. Maar ook de bordsessies die van elkaar worden bekeken. En dat ze ook zeggen van nou, ik zou het zo leuk vinden om een keer bij jou te komen kijken. En dat we eigenlijk een beetje toe zijn om vanuit die trainingsfase nu naar de volgende fase te gaan. En echt de verbinding met elkaar te gaan zoeken. Zodat het ook schoolbreed gaat leven. Stichting Leerkracht zie je bij mij iedere dag terug in de klas. Door middel van de kringen die ik geef, we zijn op dit moment heel druk bezig met het directe instructiemodel passend te maken bij ons in de groepen 2. Wekelijks hebben wij met de kinderen in de klas een bordsessie. En vandaag was Janie aan de beurt om de incheck-sessie te doen. En die vraagt aan de kinderen hoe zij zich voelen en hoe zij zich willen inchecken. En dat werkt heel erg leuk, omdat hun eigen medeleerling voor de klas staat. En je ziet dat dat een enorme betrokkenheid oplevert. De rol van de expertcoach bij ons op school is dat Lennart bij ons heel erg betrokken is geweest in de startfase. In de startfase hebben wij als schoolcoaches zijn we opgeleid om de instrumenten van Stichting Leerkracht eigen te maken. Zodat wij die als schoolcoach weer konden overdragen aan ons eigen team. Dus wat zien we, wat willen we bij elkaar zien, wat zien we terug. Ook heel erg waar is iedereen mee bezig. De verbinding zijn we heel erg aan het zoeken. En het allermooiste wat ik vind wat het ons heeft opgeleverd is de onderwijsdialoog die wij weer zijn aangegaan. En de onderwijsdialoog die was een beetje bij ons weggezakt, maar is nu weer volop in bloei. En je hoort eigenlijk overal in de wandelgangen wat er speelt, waar zijn we mee bezig, welke doelen ben jij aan het behalen. En hoe kunnen we eigenlijk iedere dag een beetje beter worden.